transformeert heel veel, letterlijk en figuurlijk. En zo kan een zakje knikkers, dat mensen niet meer nodig hebben, voor Robrecht een hele schat herbergen, die dan weer vorm krijgt in Bofland. Zo heeft hij de knikkertoren gemaakt met zijn kleinzoontje, wiens naam mij nu weer al niet te binnen schiet. Shiva. Shiva, dank je. En die knikkertoren die is samen met Shiva ontwikkeld. En dan, die knikker die gooit je daar ergens in en die rolt dan door tunneltjes en uiteindelijk komt die beneden aan. Maar je ziet daar ook de spiraal van het leven en daar zijn zo van die kleine knipoogjes. Maar het spelen van de kinderen zit daarin. En al die betekenissen had Robrecht, denk ik, toch wel een beetje met Shiva willen vormgeven, maar dat is dan heel speels gegaan. Want Robrecht laat de kinderen altijd voor. Dus hij dringt geen ideeën op of geen structuren. Alles komt uit die kinderen en het krijgt vorm zo puur als het is. Als een gevoel is. En het is dus een doolhof geworden. En daar staat ook een klein poppetje van voor, waar het begint. Op het einde van een doolhof staat daar een oude grijze man met een baard. En Robrecht ziet daar dus ook alweer zijn eigen leven in plaatsvinden. Dus er is eigenlijk niets in Bofland dat niet gelinkt is aan Robrecht, zijn eigen leven. En zijn kleinkinderen en kinderen die spelen daar uiteraard een belangrijke rol in. En die knikkers vind je ook terug in een aantal tegels in Bofland. Vloertegels. Dus iedereen wandelt daarover. Maar als je goed kijkt in zo'n bepaalde vloertegel, waar ook veel blauw in zit geloof ik, daar zitten die knikkers half ingemetst en die vormen dan een letter. En die letter is dan bijvoorbeeld de S van Shiva. Robrecht heeft zijn moeder verloren, dus dat is de eerste in Robrechts familie. Zijn vader, leeft hij nog? Die leeft nog, natuurlijk leeft hij nog. Hij gaat die dus wekelijks bezoeken en in dat rusthuis speelt hij ook muziek en zorgt hij voor animatie onder de bewoners. En zijn vader zit er natuurlijk bij. En dat is voor Robrecht een heel vervullend moment. Hij herbront daar zelf ook. Zijn vader en zijn moeder zijn heel belangrijk. Zijn moeder vind je terug in Bofland, in een wolk van geluk. Hij heeft het overgaan van zijn moeder heel intens beleefd en ervaren. En hij heeft dat ook uitgedrukt in Bofland, met dat vogeltje en het kootje dat open staat. En dat is het, hier ergens zit de mama en Robrecht. Daar spraken ze, op die foto spraken ze geloof ik, over dat vogeltje. En over het heen gaan. En hier gaat het vogeltje vliegen. Dus dat is echt een momentopname die belangrijk is in Robrechts leven. En dat is een van de taferelen van Bofland. En dat is dan het stukje over zijn mama. Waar zijn mama nog een heel intens contact heeft met hem gehad vooraleer zij is overleden. En die vlinder, dat is ook het symbool van transformatie. Een drups wordt vlinder. En hier is zijn mama. Die gaat over in zaligheid. En allemaal zaadjes. Het zijn allemaal van die zaadjes van ik weet niet meer welke plant die zo neerdwarrelen. Toch wel een mooie collage met heel veel zorg gemaakt. Hè. En dan hier nog een beetje van die. Ja, dat zijn geen kerstbollen, dat is een bofwolk. Daar hangt er een hele wolk roze bollen. Hier is de bofwolk. En dan dus naast de ouders komen dan natuurlijk zijn kinderen. Robrecht heeft een zoon, Willem. En Robrecht heeft een heel goed contact met de moeder van Willem.
En Willem zelf heeft dan een heel lieve vrouw. En dat is Eva. En zij hebben samen dan weer een kindje. Dat is dan een klein zoontje van Robrecht. En dat heet Shiva. En die stuurt natuurlijk ook Robrecht. Daar is een heel rijke uitwisseling. We kunnen spreken van nieuwe tijdskinderen. Laat ons zeggen dat Robrecht eigenlijk al een nieuwe tijdskind is avant la lettre. Zijn zoon is dat helemaal, dat is Pink, die de toch tattoos van hoog niveau neerzet, waar ook enkele beroemdheden graag te gast zijn om zich te laten tatoeëren. Zoals bijvoorbeeld Kim Kleisters, dat is nu een naam die me te binnen schiet. En dan Shiva is echt een nieuwe tijdskind die de kwaliteit hebben om dingen op te vangen waar de doorsnee mens niet aan toe is en die ook mee het onderwijssysteem bijstuurt, waardoor dat wij vroeger en nu nog heel veel klassieke scholen hebben die proberen de kinderen in de structuur te persen, al desnoods met pillen, rilatinen of zo, maar steeds meer kinderen hebben de kwaliteit om op hun manier het onderwijs in vraag te stellen. En Shiva is zeker zo'n kindje. En de mama en de papa hebben nu een school gevonden waar ze met Shiva eigenlijk tevreden zijn, waar Shiva mag zijn wie hij is. Vrenij, als pedagoog, vond het al, ik weet niet meer in welk jaar, dus dat is toch al zeker een eeuw geleden of zo, dat die man het gevoelige element, de gevoelens, als opvoedkundige waarde naar voren heeft geschoven en om dus met veel muzische elementen onderwijs te verrichten. Dus dat is veel minder gestructureerd. Daardoor kunnen de beide hersenhelften optimaal ontplooien en nieuwe tijdskinderen zijn daar heel gevoelig voor. En Shiva is er zo eentje. Het LINKT, het Limburgs Netwerk voor Kinderen van deze tijd, is ook heel intens bezig om mensen die daarmee bezig zijn aan elkaar te linken, waardoor die nood die er toch is gelenigd kan worden en dat mensen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid invulling kunnen geven aan het ontbreken van die rechter hersenhelft in ons onderwijs. En mensen zoeken elkaar op en gaan zelf therapieën compensatiehandelingen vinden en toepassen. En daar zijn de kinderen die varen daar wel bij. En onderwijssystemen gaan dat eigenlijk hier en daar stilletjes overnemen. En dat is eigenlijk een transformatie van onderwijs die kan tellen. En daar speelt Robrecht zeker met zijn boflam een rol in. En Shiva dus ook. Nu had ik gedacht dat je ging vragen waar vinden jullie elkaar in café. En dan zou ik zeggen, in Den Egel. Of in het Borrelhuis. Maar op gebied van muziek, dan zitten we in de regio van de kinderliedjes. Van de muziek die geschikt is voor het bofland. Dus dan speelt hij op zijn gitaarken en ik speel op het blokfluitje. En samen klinkt dat dan zoals het klinkt. En daar is dan geen oordeel over. Daar moet geen prestatie geleverd worden. Het is gewoon wat het is en dat is voldoende. En dat is meestal heel eenvoudig, maar dat klinkt dan ook wel fris. Thank you.
Moeder Aarde is verdrietig. Op de bofplaneet leeft een volkje dat zich zorgen maakt om haar welzijn. Zij sturen de reisbof naar onze planeet om samen met Ram de reiziger een bofland op aarde te scheppen. Een bof. Nou ja, dat bofje stond op zijn gitaar. En ik zeg, ja, maar ik kan dat in kleur afdrukken. Ja, maar is dat ook goed als ik dat met kleurpotloodjes kleur? Ja, dat is Robin, hè. En dat is V van het linkt. Ook altijd wel nabij, dat linkt. Daar. Op bladzijde 7. Daar is een geheim. Al die andere bladzijden is dus niet belangrijk. En op bladzijde 8 vinden we toch wel niet het boflied. Hier is pagina 7. Bofmuziek maakt belten. Dan moet je natuurlijk het verhaal gaan bekijken als je dat wilt weten welk geheim dat is. Hè? Maar die muziek die helpt om de belten te verjagen. En dan net hebben ze geleerd. Si, 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 so, la, la, la. En daar kunnen de belten niet tegen. Hè? Hier staat het hele verhaal in. Hè? De boffen komen van de bofplaneet, want onze aarde wordt te heet. De belten zijn weer stout geweest, maar wij zijn niet bevreesd. Ja! Volwassenen die het poortje in zichzelf hebben kunnen openzetten, dat toegang geeft tot het onbevangen kinderlijke zijn, die het kind in zichzelf nog kennen, die de voldoende portie onnozele toestanden en argeloze spontaniteit nog bezitten, die kunnen bofland genieten. En die argeloosheid, die onbevangenheid vind je ook wel terug in kunst. Eigenlijk, als je snel door bofland wandelt, zou je niet zien dat Robrecht daar staat. Hij gaat helemaal op in de kleuren. En als iemand een opmerking maakt van spinnenwebben of zo, hier is er zo'n spinnenweb, dan zegt Robrecht stevast dat die bij het bofland horen.